Helemaal, ik ben Mandy en vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie, want dit keer is iets heel erg leuks. Vorige keer werd het heel goed ontvangen, dus bij deze, dit keer is het weer een unboxing. Ik kwam vanmiddag laat uit school en ineens zag ik een pakketje staan en dat totaal niet verwacht. Maar ik keek eens goed op de doos en het was voor mij. Ik dacht echt, wat? Dus ik ging kijken, ik dacht ik maak het open. Dus ik keek erin en ik zag iets zitten, dacht ik, wacht stop, ik ga niet verder kijken, maar ik ga hier een unboxing van maken. Dus bij deze weer een unboxing, want mijn vorige is super goed ontvangen. Het ging squashies, ik kan nog steeds niet uitspreken, ging ik unboxen. En dat vonden jullie allemaal heel erg leuk en ik vind het zelf ook leuk om te unboxen, want dan ineens zie je weer iets nieuws. Dus bij deze, voor de duizendste keer, maar toen zag ik dus dit erin zitten. Het is een tasje, wat staat er eigenlijk op? Make-A-Wish staat erop. En verder zag ik nog niks, dus ik dacht, nou, het is natuurlijk wel super leuk om mijn eerste reactie te zien als ik hem ga openmaken. Dus ik ga het eruit halen, best wel groot. En dan zie ik dit erin zitten. Oké, waar zal het beginnen? Ik haal gewoon het bovenste eraf, denk ik. Ik vind sowieso dat HEMA altijd superleuke cadeauverpakkingen heeft. Met van die stipjes en glittertjes. Heel erg leuk. Trouwens, deze video is niet gesponsord of iets. Ik krijg er geen geld voor. Ik heb dat gekregen omdat ik toen HEMA Vlog Academy had gewonnen. En ja, ik zal gewoon mijn eerlijke mening geven. Ik dacht, voor jullie is het leuk om te unboxen. En voor mij ook. Dus daarom, dat wil ik gewoon eventjes erbij vertellen. Oké, als eerste zit bovenop. Oh, het is allemaal roze. En hier zitten hartjes in. Ik denk dat het Valentijnsspulletjes zijn. Ik heb zelf geen Valentijn, maar alsnog is het wel heel grappig. Want ik zie hierin hartjes marshmallows zitten. Dat is heel leuk, vooral voor in de chocomel. Niet dat ik vaak chocomel maak. Maar je snapt het idee toch? Het ziet er heel schattig uit. Leuk. Een douchespons. Ja. Ik weet niet, ik heb het nog nooit echt gebruikt, want het voelt echt zo heel apart. Het zit wel eens bij van die cadeausetjes. Maar misschien moet ik het toch maar een keertje uit gaan proberen. Want ik heb zo'n hele lekkere shower dinges van Lush, die heel zoet ruikt. Van Snow Fairy. Die kan ik hier mooi op gebruiken. Leuk. Dan zie ik dit. Hier was ik super benieuwd naar. Tom Poes popcorn. Echt een hele buis is het ook. Oké, dit ga ik zo meteen even proeven. Dat doe ik later in deze video. Dus blijf kijken als je wil zien dat ik dit ga proeven. Want hier ben ik super benieuwd naar. Of het echt naar Tom Poes smaakt. Dan zie ik nog een... Ja, het is van glas. Een glazen marshmallow pot zitten. Sweet marshmallow staat erop. Er zitten nog meer marshmallows in. In hartjesvorm. Dit hoef je gewoon bijna niet eens op te eten. Dit is gewoon al super leuk om zo... Hoppa, neer te zetten. Oh, ik denk dat het inderdaad een soort Valentijnachtig iets is. Met al die leuke hartjes. Nog een flesje. Het is roze. Of is het een fles? Nee, volgens mij is het water. De limonade die erin zit echt roze. Dat is heel leuk. Die wil ik ook zo meteen even proeven. Het is trouwens echt nu dat ik dit opneem echt al 11:15. Maar ik kon niet wachten met het overmaken. Jippie. Chocola. Nooit verkeerd. Vooral niet met Valentijn. Dit is 85% pure chocola. Dat is waarschijnlijk best wel bitter. Dan ben ik heel benieuwd naar of ik dit lekker ga vinden. Nog meer eten. Ik moet zelf te veel gaan proeven, jongens. Bonbon. Dit zijn allemaal bonbons. Oké, die ga ik niet proeven. Dit ga ik bewaren. Wel heel leuk. Chocola is nooit verkeerd om te krijgen, toch? En dan nog meer eten. Oh. Ik vind die verpakkingen ook gewoon heel schattig, weet je wel. Het is soort van heel subtiel, met leuke en lieve kleurtjes. En toch gewoon onwijs leuk. Oh, nou, mijn single Valentijn komt zeker goed. Dit is een... Oh, dit is volgens mij een lolly. Is het een lolly? Ja, dit is een suikerwerk lolly. En er staat onder, you're my favorite. Oh, met allemaal hartjes. Ik lach mezelf even uit. En als allerlaatst... Het is best wel zwaar. Al zal dit een kaarsje zijn. Heel leuk doosje ook. Het is een kaars. Maar volgens mij ruikt hij niet. Hoe schattig is dit? Hoe schattig ziet dit eruit? Jullie zien nu ook close-ups, maar dit ziet er super schattig uit. Hij is ook wit van binnen. Dit is echt heel erg leuk. Echt love it. Gewoon die leuke verpakkingetjes. Ja, sorry. Je kan misschien echt heel raar vinden dat ik gewoon heel blij word van dit en van die leuke verpakkingen. Maar ik vind het gewoon heel erg leuk als iets er zo schattig en
mooi goed over nagedacht uitziet. Ik ga nu een paar dingetjes proeven, wat leuk is om te zien. Nou, trouwens helemaal super bedankt. Heel erg leuk dat ik dit kan unboxen en kan delen ook met de rest van de wereld. Maar wat ga ik proeven? Ben de naam even kwijt. Tompoes popcorn. Boom, yes. En ik ga dit drankje proeven. En ik ga de donkere chocola proeven. Dit flesje. Oh, zou er prik in zitten? Wow, het ruikt naar prik. Oké, gaan we hoor. Oh, het is echt roze. Ik zal het zo even laten zien aan jullie. Er zit heel veel prik in. Het smaakt een beetje naar Sprite volgens mij. Ja, het is gewoon een beetje Sprite. Zeker niet verkeerd. Ik vind het lekker. Hier ben ik ook super benieuwd naar. Zo, het ruikt ook mega puur en het is ook heel zwart gewoon. Het is best wel hard. En aan het begin is er niet zo heel veel smaak aan, maar het is wel een keertje anders. Maar je proeft het eerst niet zo. En dan komt het ineens, beetje puur, beetje bitter. Het is niet mijn favoriete chocola, maar het is wel leuk voor de afwisseling. Ja. Ja. Een keertje wat anders. En volgens mij is het ook... Oh, ik pap mijn mond vol. Volgens mij is het ook een stuk gezonder. Dat wilde ik zeggen. Dat denk ik wel. Ik ben gewoon super benieuwd of dit... Oh. Oeh, het ruikt al wel zoet. Het zit in een gouden zak erin. Over nagedacht, zodat het niet oud wordt natuurlijk. Het ruikt oprecht wel zoet. Het ruikt een beetje, je hebt van die likkoekjes. Daar ruikt het een beetje naar. Kijk, ik ben benieuwd of dit dan gewoon... Oh, het zit ook een beetje roze op inderdaad. Of dit gewoon smaakt naar... Oh, het is gewoon zoete popcorn of echt tompoes. Of goed proeven. Het smaakt wel anders dan normale zoete popcorn. Ik denk dat... Stel, dit zouden ze maar geven en ze zouden nog niet zeggen dat het tompoes is. Dan niet meteen zou denken, oh, dit is tompoes. Nu heb ik ook lang geleden pas een tompoes gegeten. Dus misschien herkent de smaak niet helemaal meer of zo. Maar, ja, I like it. Heel grappig. Nou, ik kan weer lekker gaan eten. Lekker mijn onderkin bijkweken. Lekker op Valentijn. Helemaal mooi. Ik vind het gewoon onwijs leuke verpakkingen. Ik ga dit sowieso op mijn kamer zetten, want... Kijk gewoon hoe leuk dit er gewoon even uitziet. Super leuk als versiering. Allemaal opeten. Lekker douchen. Ik ga dit echt een keertje dus uitproberen. Want vroeger had ik altijd van, dit voelt raar. Weet je niet. Oh ja, en een kaarsje aansteken natuurlijk. Ik hoop niet dat er iets in de fik vliegt. Maar goed, dit waren dus de spulletjes. Ik hoop dat jullie de unboxing wel weer een keertje leuk vonden. Ik vind het in ieder geval wel heel erg leuk om te doen. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Laat even weten wat jij gaat doen of hebt gedaan met Valentijn. En dan zou ik zeggen bedankt voor het kijken. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Te abonneren, te reageren en tot de volgende keer. Doei doei! Oh ja, en bedankt Hema nogmaals. Oeh, heel leuk.